probeer ander werk op te pakken om toch overeind te kunnen blijven. Want als we dat niet doen, dan is het binnen een maand is het echt gebeurd. Dit pand is uitgelicht in de actie Red Alert. Red Alert is een actie die opgezet is voor de evenementenbranche. De VTTE, Vereniging Technische Toeleveranciers Evenementen, die hebben gezegd wij gaan even de aandacht op ons evenementenwerk leggen. Omdat wij heel slecht ervoor staan tijdens de coronacrisis. Mijn werkzaamheden liggen eigenlijk helemaal stil. Ik heb hele kleine dingetjes mogen wij op dit moment oppakken. Als evenementenbranche vallen heel veel dingen vallen bij ons buiten. Heel veel bedrijven vallen ook buiten de toeslagen en de subsidies. Het probleem is, we hebben natuurlijk de winter gehad. De winter is een periode dat wij heel weinig omzet hebben. Nu draaien de grote evenementen officieel en hebben ook geen omzet. Dus onze reserves raken echt op. We hebben op dit moment, als het goed is, ook het volledige Binnenhof in het rood staan. En dat is toch het punt waar alle ministers en alle raden zitten. Dus als het meezit, gaan die ook toch wel luisteren. Het zou mooi zijn als er versoepelingen komen. En als het op een veilige manier gerealiseerd kan worden, zou het mooiste zijn. Want dan kunnen we ons werk weer doen. En dat is hetgeen wat wij heel graag willen. En daarnaast, ja, als er subsidies zijn, zouden we dat ook prettig vinden om verder te kunnen.